En ik zag gisteren een vlog van Karin. Doe even mijn moeder na. Wat ze daarmee bedoelt, ik weet het niet. Omdat ik het een keer even niet goed kan zien. Ja, mijn ogen, hè. De ene keer werken ze mee en de andere keer niet. Ja, de ene keer kan ik het gewoon zo zien. En de andere keer dan moet ik recht met mijn snotkoker erop gaan zitten. Dat kan ik ook niet te doen. Ja. Ja. Achterdonker met gebreken, hè. Zoals ze zelf ook wel mee gaan maken. Ja, nou kan je dus eigenlijk gaan praten met 3 à 4. Als je 3 à 4 dan begint te praten. Ja, nou ja, dit klinkt maar toch weg. Dus ja, het is een demonstratie. Demonstratie, ja. Want ook misschien dat jij je misschien vast moet houden. Ja, precies, maar weet ik wel hoe dat werkt. Daarom. Dat je 3 seconden even stil. 3-4 seconden even stil en dan kan je gaan praten. Ja. Bijna zeggen verstandbeeld, maar nee, ze bewoog. Ja, kan gebeuren. Maar oké, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie gewoon weer bij aanbeland. En het is vandaag alweer reeds... Wat voor dag is het vandaag? Dinsdag! Ja, Thursday, dinsdag. De 26e van de 3e 2024, ja. En ik zag gisteren een vlog van Karin. Doe even mijn moeder na. Wat ze daarmee bedoelt, ik weet het niet. Omdat ik het een keer even niet goed kan zien. Ja, mijn ogen, hè. De ene keer werken ze mee en de andere keer niet. Ja, de ene keer kan ik het gewoon zo zien. En de andere keer dan moet ik recht met mijn snotkoker erop gaan zitten. Dat kan ik ook niet te doen. Ja. Ja. Achterdonker met gebreken, hè. Zoals ze zelf ook wel mee gaan maken. Ja. Maar oké, buiten dat allemaal om even alle gekheid op een stokkie. Ik krijg dus straks bezoek. Ik ga trouwens eerst lekker even met de meisjes nog naar buiten voordat ze komt. Want ik weet niet hoe laat ze weer weggaat. En dan wil ik het nog wel weer een keer hebben uitgelaten. Ja, ze zijn net al wel weer al voor de zoveelste keer ook in de tuin geweest. Want het is knap weer. Het is niet echt overdreven koud. Daar ook 12 graden. Hier 13 graden. Ik zal op mijn telefoon kijken wat die zegt. Die zegt 11 graden, maar het voelt als 9. Ja, wat is het nou? Je weet het nooit, hè, waar je op aan moet. Nee, echt, je weet het niet. Maar ja, ik ben helemaal in het rood gekleed, als het ware. Ja, zwarte laarzen. Nee, ik heb geen rode laarzen. Nee, ik ga geen rode laarzen kopen, dat doe ik niet. Zwart staat overal bij, zeggen we altijd. Ja. Maar in ieder geval, het is verder, ja, het is wel een beetje, hoe moet ik dat nou zeggen? Daar zie ik een beetje blauw, maar het is wel bewolkt. Want het zonnetje schijnt ook af en toe. Dus ja, die komt door de gaatjes heen. En ja, het is een hele vreemde, rare lucht. Je moet zo naar buiten kijken, met gefronste voorhoofd, want dat doet gewoon, het is scherp. Ja, dus ja, het wordt zonnebrilletje op. En ik doe ik trouwens toch altijd al op. Ja, of het nou slecht weer is of mooi weer is, dat maakt me niet uit. Ik heb hem altijd op, want ik vind die lucht scherp. Heel erg scherp. Ja, en is het nou heerlijk weer? Ja, gewoon normaal. Het fatsoenlijke weer wat we behoren te hebben, dat kan je hem misschien nog eens aflaten. Maar die lucht is ten alle tijden heel scherp aan je ogen. Tenminste, daar heb ik last van. Maar wie ben ik, hè? Ja. Maar ja, mijn meisje, de grote, die ligt hier lekker bij me. Hé? Gaan we zo lopen? Gaan we zo loopje doen? Jij. Rijken lopen? Rijken lopen? Jij. Ja, we gaan lopen, zeg maar. Dus ja, dat dus. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van je dag. Geniet zoals jij wilt hebben, geniet daarvan, wat je gaat doen, ga je lopen, ga je ja, wandelen dus, ga je lekker fietsen of moet je werken, ja, probeer toch van alle dingen te genieten die je doet. Nou ja, en dan komt alles gewoon goed. Ja toch? Ja. Dus ze zeggen, geniet van alles en tot later. Doei doei. Gaat die daar tellen?
Ja, nou kan je dus eigenlijk gaan praten met 3 à 4. Als je 3 à 4 staat, begint te praten. Ja, nou ja, dit ging maar toch weg. Dus ja. Maar ja, het is een demonstratie. Demonstratie, ja. Want ook misschien dat jij hem misschien vast moet houden. Ja, precies, maar weet ik wel hoe dat werkt. Daarom? Dat je 3 seconden even stil. 3-4 seconden even stil en dan kan je gaan praten. Ja. Ja, dus je ziet hem, de teller staat nou 30, 31. Ik doe het laatste ook hoor, met telefoon. Ja, doe je helemaal goed. Dan kan je het eerste stukje altijd wegknippen in dat programma. Soms doe ik hem daar al uit, maar soms dan doe ik het ook. Ja, lieve vrienden, dan ben ik maar weer eventjes. Ja, ik ben net weer thuis, de meisjes uitgelaten en het is reeds alweer 19:26. Joyce is geweest, die ging laat weg, maar dat merkt ook niet uit, het was ook een uur later. Nou ja, daar kan ik wel op Joyce denk ik vastpinnen dat ze wat later komt dan de geplande tijd. Maar ja, ik heb niet kunnen filmen. Waarom? Nou ja, we waren aan het vergaderen, plannen aan het maken. En die plannen, ja, dat gaat jullie gewoon nog niks aan. Wie weet, komen jullie er vanzelf ter zijnde tijd erachter. Ja, ja, je weet me nooit, hè. Ja, we maken er gewoon een leuke tijd ervan. Met elkaar, voor elkaar. Dus ja, komt helemaal goed. Ik ben er in ieder geval blij mee. Enkel, het is nou ook even wachten op iets beter weer dan het nu nog is. Want ik kan ook zomaar weer omslaan op één dag. Ja, zo is het koud. Want zoals aan het begin van de middag, als ik met meiden ging, was het koud. Nu, geen zon, niks, maar de wind was gaan leggen. Dus ja, hier loop je rot te zweten. Dus ja, kan dat reuze. Ja, lekker dan. Maar in ieder geval, ik ga eventjes voor mezelf zorgen. Even eten klaarmaken en hapje eten. Ik heb lekker soepie. Ga ik lekker even opwarmen. En broodje erbij. Komt het toch helemaal goed? Nou ja, broodje niet om erin te dopen, want ik heb nou weer krentenbrood. Dus plak je kaas erop. Yummy, yummy, yummy. Maar eerst die soep. Ja, daar gaan we eerst voor. Lekker gewoon. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En zijn er ook later bij zoals ik nu, want ik ben extreem wil ik nog niet zeggen, maar ik ben wel later dan normaal. Normaal zit ik altijd een beetje te eten, nou dus nog niet. Maar ik had verwacht dat het laat zou worden met Joyce. Dus ik denk, ik maak het lekker makkelijk vanavond en dan komt dat ook weer goed. Ja toch? Ja. En de grote dame legt lekker naast me, joh. En de kleine dame, nou ja, die ligt edement. Edement. Ja. Dus ja, dat dus. En dan moet ik nog een vlog in elkaar zetten. En ik wil televisie kijken, want televisie wordt weer leuk. Ja, met niet zie. Ja, dat is nou bezig. She is to the dress. Maar just married third sight. Als ik het goed uitspreek, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Geniet wat jullie gaan doen. Ga je ook televisie kijken? Nou, veel kijkplezier. Ik ga het ook lekker doen. En dan nog een vlog in elkaar zien te zetten. Dus het komt helemaal goed. En ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. En tot later. Zo, lieve vrienden, ja, het is de hoogste tijd om weer naar boven toe te gaan. Want het is ongeveer 2:49, bijna 3 uur. De hele tijd vergeten. Ik was lekker even bezig, moet kunnen. Maar ja, de meisjes zijn ook al uitgeweest. Dat weten jullie, want ik ben buiten ook even aan het filmen geweest met mijn mobiel. Omdat ik dacht dat het regende, maar het was geen regen. Nee, allemaal van die hele kleine blaadjes. Nou, het viel allemaal, dus ik heb het al weggeschud. Bij Elwing lag het al op de lijfie. Dus ja, kan gebeuren. Ja toch? Maar nu zeg ik welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, iedereen weet het toch, zo langzamerhand wel eens een keer, dat God die houden wacht. En daarom zeg ik, graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan. Doei doei.